Ik ben heel vereerd om nu als ambassadeur van de streekproducten uitgekozen te zijn. Het zijn topproducten waar we achter staan. Heel belangrijk iets voor dat naar voren te brengen in restaurant en gastronomie. Ja, toen dan samen ik en Jan voor de Mystery Bike stonden, was het een heel spannend moment. Je wist natuurlijk totaal niet wat je kon verwachten. Waterkers en gerookte heilbot, twee heel mooie producten. Waterkers voor een laatste peperachtige toets aan een gerecht te geven. En dan die gerookte heilbot, is nog wel leuk voor dat eens een keer als een gezouten gerookt product te zien. Ik dacht dan direct voor naar de shop te gaan om te kijken wat we ermee zouden kunnen combineren. In de frigo zag ik dan ook direct mosseltjes staan. Dat ik dacht van oh, dat is wel tof met het gerookte, dat ziltige ernaast. Ik heb dat dan nog mooi afgewerkt met een liaison van geuzenbier, van Drie Fonteinen, wat een topproduct is. En dat gaf dan direct weer dat zuurtje in het gerecht. En dan nog afgewerkt met prei voor een zoete kant op het eind. Ik ben eigenlijk van opleiding sommelier en dat geeft toch een andere inkijk, de foodpairing zou ik maar zeggen. Als ambassadeur van de streekproducten wil ik zeker meegeven dat het heel belangrijk is om lokaal te kopen, omdat we zo'n mooie producten hebben dat je in het buitenland nog niet eens kunt vinden. Je kunt hier recht naast de producent staan en kijken hoe hij het maakt, op welke manier, waar er heel veel inspiratie uitkomt. Dus ik zou zeggen, zoek niet te ver, maar zoek het achter de hoek.